Antiek was ook in Amsterdam te zien en te horen. Zo vestigde de hoofdstad de aandacht op zijn 700ste verjaardag. En er zou nog meer geluidshinder volgen. Want voor gebruik in de avonturen werden aan de oevers van het IJ kisten vol buskruid uitgeladen. Op platte dekschuiten werden vervolgens de vuurpijlen, stijgkronen, knalsterren, blitsen, tourbillons, achtvoudige detonanten en Chinese kogelbommen neergezet en gemonteerd. En 's avonds om 7:45 brandde het vuurwerk los. Amsterdam kreeg een knetterend luchtvuurwerk te zien in de stijl van Monte Carlo en Nice. Maar er werd toch ook nog even aangeduid waarom het boven het IJ zo knalde. Een luidruchtig besluit van een zeldzame verjaardag.